Goedemorgen, het is 8:15. Het is eigenlijk 9:15, maar moet een uur terug. Het is 8:15 en we hebben uitgeslapen. Ik ga nu mijn yoga-oefeningen doen en dan gaan we ontbijten en dan Milaan in. En dan rond 2:30 moet ik terug zijn in het hotel en me opdoffen en zo. Dus, en dan naar de MTV EMA's. Ik heb me klaargemaakt, yoga gedaan, gedoucht. Een beetje ready, dit is wat ik aan heb. We gaan nu ontbijten. Mijn ontbijt. Ik kon heel veel laten staan, maar ik denk dat ik wel een lekkere selectie heb gemaakt. Bordje nummer 2, omdat ik nog niet vol zat van die ander. Omdat het is wel echt veel fruit en zo. Ja. Maar goed, fruit en groenten. Alright, we hebben ontbeten en gaan nu de stad in. Ik ben zo blij met dit tasje, serieus. Dit is dat Michael Kors tasje. En Anouk van B, die had me dus geleerd dat ik een crossbody moet gaan dragen. Dus op zich is dat ook wel chill. Zeker hier op vakantie, zeg maar. Ik heb nog steeds altijd in mijn hoofd van, hou je tas goed bij je. Dan is crossbody altijd wel wat handiger. We zijn bij de metro. We hebben even tickets gekocht. Waarom? Er staat abonnement senior. Oh, dat is reclame, denk ik. Nou ja, we gaan met de metro. Kijk waar we weer zijn. Mama wilde hier heel graag heen. Hier was ik dus gisteravond. Kijk, de stage en alles staat er nog. En dit is gewoon een hele populaire, mooie locatie ook. Kijk nou. Prachtig. Kijk, daar ben ik weer. Zo grappig om het overdag te zien. Er worden hier op straat continu selfie sticks verkocht. Net als dat je in Parijs van die Eiffeltorentjes hebt, heb je hier dus mensen die selfie sticks verkopen. Dit is de straat Dante, Via Dante, en dan via deze straat kan je dus richten, dus een beetje een soort van toeristische route naar een mooi plekje op het einde. Ma zegt net, dit is de poëet Dante, we zien nu lekker zijn rug, en daar naar dat is deze straat vernoemd. Hey Kiko! Oh, Moleskine. Kijk hoe mooi! Kijk hoe mooi, en er is wifi hier, dus ik ga even kijken of er geocaches liggen hier. Geocache, deze prachtige locatie. We hebben net een geocache gevonden. Ik zal geen spoilers doen door de locatie of wat dan ook. Maar heel leuk, we kwamen andere geocachers tegen en die zwaar professioneel 1300 al gevonden. Oh, het is heel fun. Kijk hoe leuk, hier heb je dus beneden kitties die hier gewoon zitten te chillen. Ik denk dat het allemaal broertjes en zusjes zijn of zo. Kijk nou. Er zijn er nog veel meer. Hier, daar zie ik een babypoes. Ja, oh, die vrouw die woont daar, denk ik. En dan daar is de kiddies. Daar is er eentje te poepen. Kijk. Katjes. Oh, het is zo mooi hier. Zeker een plekje omheen te gaan. Dit is de binnenkant. Het is erg druk. Wauw. Het is erg druk, dus we komen waarschijnlijk morgen even terug. Op maandag zal het wel een stuk rustiger zijn. Kijk hoe vet. En er horen ook tuinen bij, maar dat checken we morgen even. We zitten bij een Italiaan. Die heet Farinella. Lightly grilled tuna, flavored with herbs, served with crispy vegetables. Ik heb deze tonijn met groenten. En Mans, die heeft ravioli. Oké, ik heb een stukje op. Dit is de lekkerste tonijn die ik ooit heb gegeten. Hij is zo goed klaargemaakt. Onthoud dit restaurant als je hier bent. De tonijn. Let op. Oh. Oké, we zijn aan het wandelen. Ik ga nu terug. Mijn moeder heeft me even opgezet bij het metro ding waar ik moet zijn. Ik ben nooit zo heel goed met metro dingen. Zij is mega goed, want in Moskou is alles met metro's. En hier, kijk. Metro. Ze gaat terug naar het hotel. Kijken of ik een dutje kan doen. Even snel. En dan klaarmaken. En dan tijd voor MTV. Ik zie mijn moeder waarschijnlijk morgenochtend pas weer. Want ik denk dat het laat wordt. En anders vanavond voor te slapen als zij nog wakker is. Maar ja, het is in ieder geval super leuk om haar eens mee te nemen. En samen ook leuke dingen te doen. Ik ben even twee winkels in geweest. Ik ben de Zara in geweest. En de Max Mara. Ik kon geen jurk vinden. Dus dan wordt het gewoon die zwarte jurk. En die is helemaal prima. Maar ja, ik dacht misschien even snel kijken. Ik had thuis al wel een jurk. Maar die wil ik ook weer voor de première voor volgende week aan. En ja. En ik ben weer bij Centraal Station. Het is zo cool hier op dit Centraal Stationplein. Het is gewoon heel mooi. Ik ga een dutje doen. Tot over een half uur. Ik ben weer wakker. Half uurtje geslapen.
spring heel even in de douche. Ik doe weer heel even dat shirt en die broek aan. En dan voor de borrel. En dan heb ik 3 kwartier om me op te zetten. En dan ga ik werken. Ik heb mijn haar alleen even gedaan. Dit is dus al voor vanavond. Misschien doe ik er nog iets van droog shampoo voor volume. Maar nee, ik denk dat het zo wel oké is. Oké, naar beneden. Oh my god. Zo so cute. Creepy ben ik, hè? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hey. OMG guys, volgend jaar komt hij gewoon naar Rotterdam. Dat was net de mededeling. Super cool, we gaan volgend jaar Rotterdam de IMA's doen. Dit is een MTV Award. Cool. Kijk, er staat nog niks op. Maar het is een echte, hij is ook heel zwaar. Er is allemaal berg hier. We hebben hier Kensington ook voor achter. Je zit hier met Deen en zo. En het is gewoon best wel heel leuk. Alright, ik heb nog een half uurtje en dan ga ik me heel even optutten. Ik doe mijn jurk aan. Precies genoeg half uur ruimte tijd om me op te maken. Outfit on. Dit is het jurkje. Super niet flatterend licht hier. Ik heb het liefst ietsje hoger. Zo, wat heb ik hier? Oh, dat zijn die draadjes. Of wil ik die naar binnen? Zo, dat is beter denk ik. Dit mag wel wat strakker eigenlijk. Hij zit losser, hij zat eerst strakker heb ik het idee. Zo, vind ik eigenlijk mooier. Maar ja, nou, zo. Goed, en dan mijn zilveren hakken zo. Even mijn face doen. Ik ben me aan het opmaken en ik moet serieus tegenwoordig altijd concealer op die brandplek doen. Ugh, zo zonde. Dit is hoe mijn make-up eruit ziet. Ik ben niet heel blij met mijn haar. Altijd als ik denk ik neem geen haartang mee, dan zit het niet. En dan wou ik dat ik een haartang mee had. Maar meestal als ik een haartang mee heb, dan hoef ik het niet te doen. Dan zit het er wel. Dit is make-up look. De wimpers. Ik denk dat je ze inmiddels al bijna kan herkennen. Gewoon de lange party lashes. Ja, dit dus. Een beetje shape. Je zit niet heel goed in dit licht. Maar het is straks ook donker, dus het maakt niet eens zoveel uit. En ja, hier zie je misschien net iets anders. Ja, oké. Ik moet gaan. Oké, de uiteindelijke look. Ik heb hier mijn tasje waar mijn camera in zit en zo. En dan deze schoenen erbij. Deze jurk heeft een mooie split. Let's go! Ik zit in de persbus en heel cool. Er is dus allemaal online pers hier. Waaronder echt de buzzer en zo. En echt super nice. En we gaan nu naar de rode loper. Ik heb dit 1 keer eerder gedaan en ik vond het extreem heftig. Ja, er werd heel veel gegild en gewoon alle gillen en geluiden en dingen. En in een uur was ik gewoon zo van back af. En het is heel moeilijk om dan zo'n celeb te kunnen spreken. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb nog heel veel denken hoe ik het ga doen, want ik kan foto's voor Instagram maken. Ik kan ook kijken of ik stukjes kan filmen. I see because en ik ben benieuwd of je wat hoort met al het gegil. Ja, ik ben benieuwd of je wat hoort met al het gegil. Als ik ze bijvoorbeeld een vraag stel. Ik heb geen externe mic ofzo. Ja, de loonloper. Nou ja, een klein stukje maar. Kijk, daar is die. Kijk hoe leuk, ik mag hier staan. Beauty Gloss, dit is de loonloper. Oké, okay. Mijn oordopjes gaan nu in. Er zijn nu geen celebs, maar het was echt chaos vorige keer. Ik heb mijn hakken even uitgedaan, want dit slaat natuurlijk nergens op als ik hier sta. Het is wel een beetje vies, maar oké. Okay. Beter dan niks, oké? Okay? Iedereen maakt zich klaar. Ik heb mijn oordopjes. Als iemand tegen me praat, hoor ik het niet. Oké, misschien een beetje.
ervan. Zou ik doen.
tours waren echt fantastisch. Het was zo cool. En daarna was ik nog naar de afterparty. Het was ook onwijs gezellig. En nu ga ik lekker slapen. Dus ik ga naar de kamer. Mijn moeder ligt natuurlijk al lang te slapen. Het is nu 2:15. De bus die ging 2:30. Maar prima, geen probleem. Dus wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei.